Dus wat kunnen de mensen verwachten van het boek dat je geschreven hebt? 160 pagina's, Sander Bosker. Clubicoon, recordman, bekerheld. Daar zit eigenlijk heel veel in die drie woorden. Hè? Want door Sander won Twente de beker in 2001 en daarna nog een keer, ook mede door hem vooral toch. Kampioen, clubicoon, recordman. Ik vroeg hem voor het boek, wat zijn jouw 5 mooiste records? Want toen moest hij echt gaan nadenken, want hij heeft er zoveel. Dus het is een unieke man en dat komt bij dat ik hem al kende, want ik heb in Lichtenvoorde gewoond. Toen zag ik zo'n klein jochie bij de jeugd van Longa 30 onder de lat staan. Ze zeiden wel van ja, dat wordt een hele goeie, maar hij heeft ook broers die kan keepen. Enfin, dat duurde maar even, toen kende ik de hele familie. En ja, dus toen er op een gegeven moment zo gekscherend werd geopperd van er moet een biografie komen van die jongen als die straks stopt, toen dacht ik ja, dat moet ik doen. We zijn hier natuurlijk voor de boekpresentatie van de biografie over Sander. En we zijn hier natuurlijk voor de bekerheld, de recordman, het clubicoon, zoals de titel van het boek luidt. We zijn hier kortom voor jou, Sander. Deze kant op kijken, jongen. Dames en heren, Sander die debuteerde voor FC Twente in en tegen Haarlem op 26 november 1989 met 2-2. Gijs weet dat natuurlijk allemaal. Milli Vanilli stond op 1 in de hitlijst, ik weet niet meer waarom. En die jij weet wel, maar goed, hè? Met dat hoge stemmetje. De muur in Berlijn is destijds gevallen. Ik weet niet of u dat nog weet. Je kan het je bijna niet voorstellen. En in Suriname en Nederland werd gerouwd om de dood van de slachtoffers van de SLM-ramp. Met FC Twente speler Andy Scharmin. Zo lang is dat alweer geleden. En nu 25 jaar later, volgende week dinsdag, op 20 mei 2014 stopt Sander. Sander Bosker stopt. Hij stopt na 562 competitiewedstrijden, 67 bekerwedstrijden, 43 Europa Cup wedstrijden. Ja, hij stopt na 25 jaar betaald voetbal. Het is eigenlijk ongelooflijk. Bijna een kwart eeuw bleef hij bij ons. Hij werd hier landskampioen. Hij won 2 KNVB-bekers en 2 Johan Cruijffschalen. Ja, dat zal niemand en hier ooit, denk ik, nog nadoen. Aan die indrukwekkende carrière, want dat is het gewoon Sander, komt aanstaande dinsdag een einde. Volgend seizoen een elftal posters zonder Sander Bosker. Ik kan het me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Maar we zullen er toch deze zomer moeten wennen, een elftal posters zonder Sander. Sander die niet meer als een rode draad door ons voetballeven loopt. Want dat was natuurlijk wel zo. Wat denkt u van die, het zijn toch indrukwekkende cijfers en feiten van de afgelopen 25 jaren. Bijna 700 officiële wedstrijden voor Twente. En met de oefenwedstrijden in de voorbereiding gaan we richting de 1000. En met Sander sluiten we eigenlijk ook een kwart eeuw FC Twente af. Het eerste exemplaar wordt zo meteen uitgereikt aan Agnes Bosker Mensink. Het zou natuurlijk bijzonder mooi zijn geweest als uw man hier ook had kunnen zijn. Theo, haar man Theo is minder dan een maand geleden overleden. Hij heeft het geprobeerd, maar het was niet meer mogelijk. Hij is uiteindelijk overleden. En dat was een hele verdrietige gebeurtenis, wil ik toch nog graag even noemen. Omdat Sanders vader Theo ook heel veel voor zijn carrière betekend heeft. Was eigenlijk wel zo ongeveer jouw beste supporter. Stond door dik en dun, ook als er keuzes gemaakt moesten worden van die club wel of die club niet. En ook als er selectiewedstrijden gespeeld moesten worden toen hij jong was, dan reed Theo altijd mee. Hij is er vandaag niet bij, maar wel in onze gedachten. We gaan het boek uitreiken aan Agnes. Dat gaat Sander zo meteen doen. En ja, dan kun je zeggen, heeft een moeder dan een grote betekenis gehad voor een topsporter? Iedere moeder van een topsporter heeft een grote betekenis. Want ook jonge mensen moeten veel trainen, moeten vaak weggebracht worden, moeten opgehaald worden. En moeders spelen daar vaak in die organisatie daaromheen een buitengewoon belangrijke rol. Zo ook Agnes Bosker. Maar daar komt nog iets bij. Want Agnes Bosker is van cruciaal belang geweest voor deze langdurige en grootse carrière van Sander. Want toen Sander een jaar of 14 was en behoorlijk aan het puberen was, toen wilde hij in één keer voetballen. En toen zei moeder Bosker, daar komt niks van in jongen, je blijft in de goalstroom. Nee, maar moeder, ik wil voetballen. Niks ervan, je blijft in de goal staan. Dat was de eerste keer dat moeder van cruciaal betekenis was. De tweede keer,
staat allemaal in het boek. Ging ze, toen Sander nog bij de pupillen speelde, een jaar of 8, 9, hij stond hier op die doellijn. Selectiewedstrijd was het. Ja. Bij een selectiewedstrijd. Moeder ging achter het doel staan en riep, Sander, wat meer naar voren, Gorston. Sander, je staat te veel op de doellijn. Sander, je moet meer naar voren, meer naar voren. Kortom, ook de eerste tactische aanwijzingen van grote betekenis kwamen van zijn eigen. Ik wil jou het tweede, of moet ik u zeggen? Hallo, Sander. Maar meestal is het Jo. Maar ik zit er nu andere mensen bij. Ik wil jou het tweede exemplaar geven, omdat jij, niet alleen voor mij, maar ook voor Chantal, heel veel betekend hebt. Vooral in de periode dat in de scheiding. Dus bedankt.